geef ik het woord aan de heer Omtzigt. Voorzitter, het bedrijf Uber heeft uitgebreid gelobbyd bij het kabinet. Dat kennen we van Unilever en Shell, dus op zich geen verrassing. Maar het maakte daarbij gebruik van de voormalig eurocommissaris, die in de afkoelperiode zat en twee keer gevraagd had om ontheffing te krijgen. En ondanks het feit dat dat geweigerd werd door de commissie, gewoon sms'jes aan de premier, aan minister Kamp, aan een hele hoop ambtenaren en anderen stuurde. En ze regelde ontmoetingen en vroeg fiscale vrijstellingen via Startup Delta. Nou is Uber heel veel, maar een start-up ben je niet als je een beurswaarde van 50 miljard hebt. Daar wilt u een debat over. Ze kregen ook een leuke deal bij de Belastingdienst. En daarom wil ik een debat met de minister-president en de staatssecretaris van Fiscale Zaken, de heer Van Rij, over wat daar precies gebeurd is. Ja. Kijk of daar steun is. Mevrouw Agema, PVV. Steun. De heer Quint, SP. Het lijkt me onvermijdelijk dat we hierover gaan discussiëren als de onderlinge relaties zo worden ingezet. Steun. De heer Nijboer, PvdA. Steun, voorzitter, ook namens GroenLinks. Mevrouw Koekoek van Volt. Steun. De heer Everiem, Groep van Haga. Steun, ook voor Forum en Ja 21. Mevrouw Van Essen, Partij voor de Dieren. Steun. Mevrouw Hagen, D66. Steun. Mevrouw Van Plas, BBB. Steun. De heer Van Baarle-Dink. Steun, mede namens Den Haan. En de heer Bisschop, SGP. Steun. Mevrouw Inge van Dijk, CDA. Geen steun. Meneer Gimbis, ChristenUnie. Geen steun, gaan we bespreken in het commissiedebat belastingen wat mij betreft. Meneer Itzinga. Geen steun. Er is geen steun van de meerderheid voor uw verzoek. Nee, voorzitter, maar het is wel steun van elke oppositiepartij die zich net gemeld heeft. Misschien is er al eentje weg, maar daarom wil ik het graag als 30 leden debat aanmelden. Gaan we doen. En ik wil ook graag een brief of de premier vooraf wist wat het OM ging besluiten, want dat stond ook in de stukken die we kregen. En dat zou ik graag binnen 2 weken horen. Dank er zitten wel. Echt ontzettend veel leads in dit stuk. Ja. Ik snap dat u popelt om te debatteren, maar wij zullen in ieder geval het informatieverzoek doorgeleiden richting het kabinet. En we zetten hem op de lijst van 30 leden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Omtzigt.